de zegen van zendingswerk. Over dat thema wil ik graag in gesprek gaan op deze zendingsdag met twee van onze deputaten uit het deputaatschap Zending Geïnformeerde Gemeente. 8 predikanten, 5 ouderlingen die leiding mogen geven aan het zendingswerk wat op de velden mag gebeuren en die rapporteren aan de generale synode. Ik ben hier met dominee W. Haring, al heel veel jaar lid van het deputaatschap Zending Geïnformeerde Gemeente en predikant in de gemeente van Utrecht. En ook dominee Achteres, ook al een aantal jaar lid van het deputaatschap en predikant in de gemeente van Werkendam. Allebei hartelijk welkom. Zendingswerk. Sinds 1962 zenden we mensen uit, nu al 59 jaar. Vrijwilligers en het thuisfront heeft op allerlei manieren eraan bijgedragen. Heel veel acties zijn er in gang gezet, middelen bij elkaar verzameld. Ik denk wel miljoenen euro's opgehaald. En dan rijst de vraag, is dit het zendingswerk allemaal waard? Dominee Haring, zou u daar iets over willen zeggen? Zendingswerk heeft alles te maken met de opdracht die de Heer Jezus gegeven heeft aan zijn discipelen. Je kunt denken aan die bekende tekstwoorden uit Matteüs 28, vers 19. Zendingsbevel, maar ook andere teksten, Lucas 24, vers 17. Dus de opdracht wortelt in de schrift, in het bevel van Christus. Maar ook in het Oude Testament kom je zending al tegen. Zegen voor de volken, dat klinkt al door. Als de Heere Abraham opzoekt, Genesis 12, vers 3... en het verbond met Abraham en zijn zaad opricht. Dus als we als gereformeerde gemeente zendingswerk verrichten, dan is dat in gehoorzaamheid aan de opdracht van Christus. We gaan in de weg die Hij de kerk gewezen heeft. En in die weg is ook zegen te verwachten. Ja, want die weg, zegt u, is dan de zegen op het zendingswerk. Kijk, in Gods wegen gaan, dat is zegenrijk. Gehoorzaam je houden aan de opdracht die Christus aan zijn kerk gegeven heeft. En daar zijn veel voorbeelden van in de Bijbel. Je ziet de apostelen gehoorzaam gaan in de weg van de opdracht. En daarin kwam de Heere mee. In 's Heeren wegen is 's Heeren zegen. En zo begeren we ook het zendingswerk te verrichten. Dicht blijven bij die opdracht van de koning van de kerk. En daarom is het een zegenrijk werk. Dominee Achteres, ziet u ook op bepaalde manieren zegeningen die bij het zendingswerk komen kijken? Ik heb bij het woord zegen mij ook afgevraagd, wat is eigenlijk zegen? Wij gebruiken het ook best vaak. In het gebed vragen wij om zegen, in de prediking gebruik je het woord zegen. En het tegenovergestelde van zegen is als de Heere de vloek wegneemt. En je zou kunnen zeggen dat als de Heere de zegen schenkt, dat Hij het goede schenkt in zijn lieve gunst om Christus wil. En dan zie je ook dat de Heere een mens kan zegenen in wegen van tegenspoed. Maar als het bijzonder gaat over het zendingswerk, dan gaat het om de grootmaking van Gods naam, de uitbreiding van zijn koninkrijk. En dan kijk je ook naar de vrucht. En dan zie je dat in de loop van de bijna 60 jaar er zeker vruchten zijn gekomen in het zendingswerk, onder het zaaien van het woord van God. Dat zag je als eerste bij de stamhoofden in Papua. Later zag je het ook bij de mensen in Igede, Izi-gebied, Guinea, Albanië, Ecuador, de gesloten gebieden. Dus ja, wat is de grootste zegening onder het zendingswerk? Als je mag zien dat de Heere de werken van zijn genade verheerlijkt in harten van zondaren. En wat is dan voor u de meerwaarde, als ik het zo mag zeggen, voor het te mogen zien van het werk van de Heere in andere culturen en onder andere volken? Enerzijds mag je zeggen dat je heel veel dingen tegenkomt die herkenning oproepen. Dat doet me bijvoorbeeld denken aan een bezoek zo'n anderhalf jaar geleden in het Izi-gebied. Een bepaalde dag, ik was wat teleurgesteld, wat verdrietig door dingen die ik zo om mij heen meemaakte. En toen heb ik 's ochtends in het gebed aan de Heere gevraagd, mag ik vandaag eens iemand ontmoeten waarin uw werk zo duidelijk naar voren komt, zomaar in zo'n ontmoeting, zo'n gesprek.
En ik weet nog dat ik die morgen zomaar wat tijd over had en ik maakte een wandelingetje door het dorp en ik kwam bij de kliniek. En dan ontmoette ik dominee Mbam, zeg maar de oudste in jaren onder de predikanten in het Izi-gebied. En ja, we stonden daar zomaar bij dat muurtje van een gebouwtje bij de kliniek. Ik kan het zo voor me halen. En toen ging hij wat uit zijn leven vertellen. Hij ging vertellen, ik verkeerde onder de macht van de duisternis. Ik was een diepgevallen Adamskind. En toen kwam de Heere met zijn woord in mijn leven. En de Heere heeft mij willen redden. Ik ging ook de dood staat in Adam inleven. En ik mag ook weten dat mijn schuld vergeven is. Maar, zei hij zo eerlijk en oprecht, het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. En het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Iedere dag moet ik zo die strijd van de heiligmaking doormaken. Ik heb elke dag het bloed van de Heer Jezus nodig. Nou, je kan wel voorstellen, als je dat zomaar eenvoudig in het gebed aan de Heer hebt gevraagd en je krijgt zo'n ontmoeting, ja, dan springt er iets op in je hart van vreugde. En dat geeft ook herkenning. Dan mag je dus mensen ontmoeten, in dit geval in Nigeria, zoals je ze ook graag in Nederland ontmoet. En als het dan gaat over uw vraag in de zendingsgebieden en in Nederland, dan zie je natuurlijk wel verschil. Nederland heeft oorspronkelijk een christelijke cultuur, hè, dus hoewel je er steeds minder van ziet in deze tijd van secularisatie, de wortels zijn nog steeds christelijk. En bij de zendingsgebieden heb je dat niet. Dat zijn heidenvolkeren. Men heeft te maken met voorouder geloof. Of bijvoorbeeld landen waar men de islam is toegedaan met ook een vermenging met dat animisme. En wat je daar nog wel eens ziet, als de Heere doorbreekt met zijn werk, dan trekt hij uit de macht van de duisternis. En dan zie je iets van dat radicale in de bekering. En dat merk je dan ook als iemand heel duidelijk ervaart, ik ben verlost uit die heerschappij van de zonde en van de Satan. Dan komt er toch wel een duidelijke blijdschap en duidelijke verheuging naar buiten. En dat zie je ook wel in Gods woord. Ik ben nu zelf bezig in de eigen gemeente met twee preken achter elkaar te houden. Onlangs heb ik de ene gehouden vanuit Handelingen 16 over de stokbewaarder. En dan zie je ook die vraag in de zielennood. Lieve Heere, wat moet ik doen opdat ik zalig word? En dan komt dat antwoord, geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. En dan dat vervolg, dat hij ook gedoopt wordt. En dan lees je ook letterlijk in vers 34, dat hij zich verheugde en omdat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En dat element, wat je hier ziet bij de bekering van deze heidense stokbewaarder, dat kom je ook tegen bij de zending in de landen die wij ook hebben bezocht. En ik denk dat dominee Haring dat wel herkent. Ja. Ja, dan heeft het eigenlijk over een stukje herkenning. Hè, dat het ook dan mag oproepen. Ook misschien voor het eigen, in het eigen leven. Voor het eigen hart. En ik denk vaak dan aan het volgende. Genade maakt onderscheid waar het niet is. Dat zeggen we vaak. En dat is waar. Maar genade doet nog iets. Het verbindt ook mensen onderling. Die van hart tot hart. Die eerder helemaal geen verbinding met elkaar kenden. Meneer Haring, heeft u daar ook misschien nog iets meer van te zeggen, van ook vanuit uw ervaring, wellicht ook als zendingsdeputaat? Ja, dat is juist het mooie ook van betrokken zijn bij het zendingswerk. Als je iets mag zien en ontmoeten van vrucht op dat zendingswerk. En dan is mijn ervaring dat je juist die verbinding ook merkt rondom het woord. Dat woord, dat verbindt aan elkaar. Want er is zoveel verschil, taal, cultuur. He, maar het woord gaat overstijgt die verschillen. En je vraagt ook naar voorbeelden. Gelukkig mag ik er meerdere kennen. Maar dan wil ik graag een voorbeeld noemen wat niet op het zendingsveld heeft plaatsgevonden. Maar wat hier in Nederland heeft plaatsgevonden. Toen enkele predikanten uit Papua in verband met de afvaardiging naar de generale synode te gast waren in Nederland, logeerde er ook een predikant bij het echtpaar Jansen. Vele jaren hebben ze op Papua gediend. En
was in de tijd dat ik in Moerkapelle stond. En het was juist een voorbereidingszondag op het heilige avondmaal. En de broeder uit Papua maakte die dienst mee. En Kees Jansen die vertaalde de dienst in het Indonesisch, maakte ook aantekeningen. Dus hij was in staat om de dienst ook goed mee te kunnen maken. De tekst was uit Hooglied 1, vers 4. Trek mij, wij zullen u nalopen. En na de dienst in de consistorie, de broeders waren gaan zitten, de broeder uit Papua bleef staan. En hij kwam naar me toe en hij pakte mijn hand met zijn beide handen vast. En hij drukte mijn hand en hij was merkbaar ontroerd. En hij zei, als de Heere dat niet gedaan had, als de Heere mij niet getrokken had, dan was ik nog steeds verloren in die donkere valleien van Papua. Nou, dat is zo'n moment, hè, even van hart tot hart. Dat raakt je, ik kwam net van de preekstoel af. Heb je iets mogen vertellen over die trekkende liefde. En dan krijg je die weerklank vanuit het hart van een broeder uit Papua. Ja, dat is prachtig, heel erg mooi. En dat is misschien wel een heel goed voorbeeld inderdaad van hoe je dan weliswaar in Nederland, in Moerkapelle, de zegen van zendingswerk ook hebt mogen ervaren op dat moment. Vraag is natuurlijk wel, weer met het thuisfront in ons achterhoofd, of eigenlijk voor ons, is er ook iets als een zegen voor het thuisfront in Nederland? Wat hebben de mensen daar in Nederland aan? Is er zoiets als het ontvangen van een zegen door het thuisfront, naar aanleiding van het zendingswerk, wat ergens anders plaats mag vinden, dominee Achteres? Ja, dan spitst het zich meer toe op de vraag, hoe ontvang je zegen? En mensen die nooit op een zendingsveld geweest zijn, die denken misschien, maar ik heb daar niet zo'n goede indruk van. Hoe kan ik inderdaad diezelfde zegen ontvangen die zendingsdeputaten bijvoorbeeld wel mogen ontvangen bij hun bezoeken, ook in hun ervaringen. Maar dat doet me denken aan de betekenis van het woord ontvangen. Dat lijkt als het ware alleen maar een werkwoord waarin iets lijdelijk zit. Je steekt je hand uit en je ontvangt iets. Lijdelijk. Maar in dat werkwoord zit ook iets van een activiteit. Dat je open staat om iets te ontvangen. Dus denk aan een bedelaar die steekt zijn hand uit en die verwacht ook iets te ontvangen. En als je dan denkt aan het thuisfront wat actief meeleeft en ook bidt voor het zendingswerk. Hoe kan je een zegen ontvangen door bijvoorbeeld uit te zien elke keer naar de komst van de Paulus? Prachtig zendingsblad, komt 5 keer per jaar uit, met ongeveer 40 pagina's, waarin heel veel van het zendingswerk beschreven staat. En niet alleen maar succesverhalen, maar je leest daar ook heel duidelijk in dat de Heere dwars door alle onmogelijkheden heen werkt. En zo mag je uitzien, alleen al door het eenvoudig thuisblijven, in het meeleven, in het lezen van de Paulus, om een zegen te ontvangen. Ja, in aansluiting daarop, ik denk ook aan gemeenten die zendende gemeente zijn geworden. Dus een gemeentelid is als zendingswerker uitgezonden vanuit de gemeente. Dat geeft een bijzondere verbinding met het zendingswerk. Een lid van je gemeente gaat uit naar een zendingsveld, maar probeert ook vanuit het zendingsveld de verbinding met de gemeente in stand te houden door middel van de rondzendbrieven, door middel van contacten die er zijn. Zo'n zendingswerker komt met een verlofperiode weer terug, gaat een gemeenteavond houden, ontmoet weer gemeenteleden. Dan zijn de lijnen heel kort even, dan komt zo'n zendingsveld in zo'n zendingswerker heel dichtbij. En dat is wel heel erg mooi, heel positief. Tot zegen van de gemeente zou ik willen zeggen. Betrokkenheid wordt daardoor sterk vergroot. Die zendingswerker die deelt zijn ervaringen, de dingen die hij mee mag maken in het zendingswerk met de gemeenteleden. En dat geeft een positieve wederkerigheid. Zo mag de gemeente ook die zegen ontvangen. Zeer zeker. En
Je hoopt dat dat ook tot jaloersheid zal verwekken. Eigenlijk als ik u beiden dit hoor zeggen, dan moet ik eigenlijk hier aan denken. Vaak is op het thuisfront de vraag, wat is de vrucht van het zendingswerk op de velden? Zegt u nu eigenlijk met zoveel woorden, misschien op het thuisfront zouden we ons druk moeten maken over de vraag wat datgene wat ons wordt overgedragen vanuit de zending, middels de Paulus, middels zendingswerkers en op allerlei andere manieren, op welke manier dat ook hier in Nederland als een zegen mag worden omarmd? Ja, niet iedereen kan naar het zendingsveld gaan. Dat is duidelijk. Niet elk gemeentelid kan daadwerkelijk uitgaan, maar kan toch betrokken zijn en een zegen op het zendingswerk ontvangen. Door middel van kennis te nemen wat de Paulus zegt, wat er in rondzendbrieven van zendingswerkers wordt geschreven, zendingsavonden of zendingsdagen te bezoeken. Maar ik denk dat er nog wel meer over te zeggen valt. Het gaat niet alleen over het volgen van de gebeurtenissen, contacten met zendingswerkers, maar open je Bijbel. Ja. Lees in de schrift hoe werkte de Heere. En vanuit het woord dan luisteren naar wat je verteld wordt over het zendingswerk, de voortgang daarvan. En dat je dat terug mag vinden in de schrift. He, dat de Heere opende het hart van Lydia, zodat zij acht nam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En als je dan op een zendingsavond of in een zendingsrondzendbrief iets mag lezen van het werk van de Heere in mensenharten, zeg je ja, vanuit het woord ontvang je zegen en komt het zendingswerk heel dichtbij. En is denk ik helemaal niet nodig om naar het zendingsveld te gaan, want dan komt het op die manier heel dichtbij je. Uw antwoord maakt me eerlijk gezegd een beetje nieuwsgierig. Zou u zelf een voorbeeld kunnen geven van de manier waarop u zelf misschien dat op die manier hebt mogen ervaren, waardoor u misschien een dieper inzicht kreeg in wat Gods woord ons zegt vanwege uw ervaring en datgene wat u mee heeft gemaakt op het zendingsveld? Ja, dat is een mooie vraag. Van het zendingswerk kunnen we heel veel leren. Heb ik ook veel geleerd. Bijvoorbeeld, vanuit het zendingswerk heb ik geleerd dat het belangrijk is om te letten op de vruchten van de genade. Zoals de Heer Jezus daarover spreekt in Matteüs 7, vers 20. Aan de vruchten zult gij ze kennen. Want die vruchten, die zeggen soms heel veel meer dan woorden. Zeker in een zendingssituatie. Daar hebben mensen die vanuit een andere cultuur, vanuit heidendom, ongeloof, bijgeloof, oppervlakkigheid, die vanuit een heel andere beleving komen, die hebben die woorden niet zoals wij die hebben. Die hebben ook vaak die bijbelkennis nog niet. Maar dan zie je dat hun leven spreekt van de vruchten van genade, van verandering, van een betrokkenheid op de Heer en zijn dienst. Dat de zonde tot smart wordt. En dat grijp je dan aan. Een radicaal breken ook vaak komt met dat oude leven. Een smart daarover, een afscheid daarvan nemen. En dat er een verlangen is om de Heer te dienen. Dat vind ik altijd heel, heel mooi. Maar dat geldt ook voor hier. De woorden zijn belangrijk. Maar veel beter en veel belangrijker nog zijn de vruchten, het leven. Wat zegt ons leven? He, dat je het woord terug mag vinden in het leven van mensen. Dat je een zichtbare Bijbel wordt. Iets anders waar ik ook aan denken moet, en dat is toch een hele mooie, rijke Bijbelse gedachte, dat bij alle verschillen, taal, cultuur, de maaltijden zijn al verschillend. Zoveel wat scheiding maakt, wat verschillend is. Ik noemde dat in het andere voorbeeld al even, hoe dat wegvalt. En dat er dan eenheid is in Christus. Ik heb eens een preek van dominee Jogo beluisterd. Daar heb ik onderwijs aan gehad. En in de consistorie mochten we dat delen, dat er eenheid is in Christus. Hij sprak over de oneness in Christ. En dat is toch een rijke les van het zendingswerk. Dominee Achteres, heeft u wellicht ook een dergelijke ervaring of een voorbeeld?
En de vraag is dat ik iets meeneem voor het persoonlijke leven hier. In ja, wat u heeft teruggekregen en wat u heeft geleerd eigenlijk. Vanwege of na aanleiding van ervaringen of gebeurtenissen op het zendingsveld. Die u meeneemt in uw persoonlijk leven. Nou, iets wat voor mij van zeer grote betekenis is geweest. Maar dat wil ik hier heel kort noemen, maar verder laten liggen is. Dat de Heere mij geroepen heeft tot predikant in Guinea. Dat is een onvergetelijke gebeurtenis geweest met ook een verdere uitwerking. En dat is ook een van de redenen dat ik hier mag zitten als predikant. Maar dat wil ik verder laten rusten. Verder, wat voor mij ook een onvergetelijke ervaring is geweest, dan ga ik in gedachten terug naar november 2019. Ik behoorde bij de afgevaardigden om de generale synode van de zusterkerk in Nigeria te bezoeken. We hebben daar ook de bidstond bezocht. Daar sprak dominee Oede vanuit Zacharia 4 over de tekst: niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. De volgende ochtend begon de generale synode. Dan heb je natuurlijk ook de stemming voor het moderamen. Dat duurde 2 uur aan de hand van een schoolbord, krijtje en turven. En toen het hele moderamen was gekozen, toen werd het moderamen uitgenodigd om plaats te nemen achter de tafel. En de gekozen voorzitter, dominee Ebeke, die kwam niet, die bleef staan. Betrokken gezicht, bedremmeld. Men begreep er niets van. Nigerianen zijn vaak druk, luidruchtig. Het werd stil, je kon een speld horen vallen. En toen ging hij zeggen wat hij doormaakte van binnen. En dat was voor mij een heel bijzonder moment. Er kwam iets bevindelijks naar buiten. Toen ging hij vertellen dat hij wat gezondheidsproblemen had. 2 jaar geleden was hij ook tot voorzitter verkozen. En dat was een toch wel zware baan, want dan blijf je dat, hè? Dat heft zich niet op nadat de generale synode voorbij is. En in verband met die gezondheidsproblemen hoopte hij dat een jonger iemand tot voorzitter gekozen zou worden. En voor zichzelf had hij de vorige avond zo goed mogen luisteren naar die bidstond. En hij mocht geloven, er wordt een jonger predikant gekozen. De Heere heeft mij niet nodig en het is goed. Maar toen werd hij wel gekozen. En het ging van binnen helemaal overhoop. Hij begreep het niet en hij kon het niet. Toen ging hij naar buiten. En toen ging hij nog een keer naar buiten. En toen werd ons ook advies gevraagd vanuit Nederland. Toen heb ik gevraagd van misschien is het goed als een predikant een gebed doet. Dat heeft dominee Isioko gedaan. Ja, heel indringend als je die gebeurtenis op je in laat werken. En toen kwam dominee Ebeke vanuit de hal naar voren. Hij heeft meegebeden. En toen zei hij, ik had mijn plan. Maar de wegen van de Heere zijn hoger dan mijn wegen. En zijn gedachten zijn hoger dan mijn gedachten. En de Heere zegt, mijn kracht wordt in uw zwakheid volbracht. En met de hulp van de Heere wil ik het proberen. Nou, daar zie je dus iets bij een predikant van gezag. Dat die man helemaal in nood komt, in zielennood. Het loopt allemaal vast, het wordt allemaal onmogelijk, maar dat de Heer het zelf oplost. En dat zie je in Nederland ook gebeuren. Je ziet het in de eigen gemeente, je ziet het in je eigen leven. En dan ervaar je de Heer werkt daar, in Afrika, op deze manier. En de Heer werkt ook zo hier in Nederland. Altijd wordt het aan mensenskan afgebroken. En de Heere die volvoert zijn raad dwars door alle onmogelijkheden heen. En dan komt de Heere aan zijn eer. En om nog één ding te noemen, en dan stop ik. Wat ik daar ervaren heb, is een enorme drang om het evangelie te verkondigen. Die evangelisten die reizen zelfs 1500 kilometer met bussen, 40 graden buiten, zonder airco, om vanuit het Izi-gebied in Cross River, 1500 kilometer verder, het evangelie te gaan verkondigen. Zo'n drang om het zaad ook te strooien. En ja, die liefde die hen ook drijft, is denk ik voor ons in Nederland heel beschamend en voor mij persoonlijk ook. Ja. Dank u wel allebei voor het delen van deze voorbeelden, want dit zijn de voorbeelden en de gebeurtenissen die ontstaan vanwege de betrokkenheid ook vanuit onze gemeente op het zendingswerk, op het jarenlange werk wat heeft
plaatsgevonden. En wat is het dan mooi en rijk dat op deze manier dat ook terug kan vloeien richting ons thuisfront. Wellicht ook vanaf de kansel, zo nu het dan terug kan vloeien de gemeente in. Opdat ook daar de zegen van het zendingswerk op die manier ontvangen mag. We zijn door onze tijd heen. Ik zou dominee Haring nog willen vragen, heeft u nog een laatste afsluitende opmerking voor ons? Ja, het kwam vanmorgen ook onze zendingsdag aan de orde. Ook in het gesprek met de zendingswerkers in opleiding. Maar het klonk ook terug in ons gesprek, broeder Achteres. Die verwondering wat het zal zijn. Als de Heere straks die grote dag terug zal komen. En die grote schare die zal daar zijn voor de troon. Hier al die verschillende mensen. Al die verschillende achtergronden. Maar dan dat wonder van geredde zondaren. En de eer voor een drieënig God, hoe genade triomfeert. De vrucht van zendingswerk, zoals we dat ook teruglezen in Openbaring 7 vers 9. En daar zou ik dan mee af willen sluiten. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen. Staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. Met deze woorden sluiten we dit gesprek af. Dank u wel, dominee Haring. Dank u wel, dominee Achteres.